Ja, daar is hij, daar is hij. Ja, ja, ja. Meneer Hoekstra! Meneer Hoekstra, je moet hier zijn. Hier beneden! Spannend, hè, of niet? Weet je wel. Weet je wel? Bent u gespannen? Nee, maar ik vind het wel superleuk om bij jullie te zijn. We gaan Wopke Hoekstra interviewen. Lijsttrekker van het CDA en minister van Financiën. Het lijkt me eigenlijk wel zo'n man die dan zo strak in het pak zit. Gewoon ja. Heel netjes. Ik ben benieuwd of we met ons interview toch wat losser kunnen krijgen. Bent u zenuwachtig voor de verkiezingen? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik vind het wel hartstikke leuk. En het is natuurlijk voor mij de eerste keer. Dus dan heb je altijd iets van nieuwsgierigheid of een soort positieve wedstrijdspanning. Ik weet dat hij minister van Financiën is, ja. Maar verder had ik nog niet echt vaak iets van hem gehoord. Nee. Ik denk niet dat u vroeger als kind zei van ik wil later lijsttrekker worden. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Nee, ik wilde, toen ik heel klein was, een jaar of 2, 3, toen wilde ik boer worden. Want wij woonden toen in een huisje aan een heel groot weiland. En ik zag die boer op een geweldige trekker rondrijden. Dus dat vond ik als heel klein kind cool. Wat moeten kinderen nou eigenlijk weten van het CDA? Het CDA is een partij die echt midden in de samenleving wil staan en eigenlijk voor iedereen wil zijn. Dus voor jong en voor oud. Voor mensen die juist in de stad wonen of juist op het platteland. Voor mensen met juist een hele hoge opleiding, die gestudeerd hebben of gepromoveerd zijn. Maar ook mensen die juist helemaal niet veel opleiding hebben genoten. Ik vind het fantastisch als kinderen zich sowieso verdiepen in de politiek. En wat wij als CDA altijd zeggen is dat we er niet alleen zijn voor de mensen nu, maar ook voor wat we met een moeilijk woord noemen de volgende generatie. Dus de groep die nu nog jong is, zoals jullie. Of misschien zelfs wel de groep die nu nog niet geboren is. Want die groep die heeft straks ook weer goed onderwijs nodig. En een veilige plek om te leven. Een klimaat wat gewoon nog voldoende in orde is. Zodat ook jullie droge voeten hebben en geen last hebben van de opwarming van de aarde. Dus ik vind het ontzettend belangrijk dat we denken aan het hier en het nu. Maar ook aan de lange termijn. En aan de volgende generatie. Ik denk dat hij wel gewoon ook open staat voor de mening van kinderen. En ik hoop dat hij het ook wel echt meeneemt. Want hij had het over de samenleving. En ook daar, en ook misschien over 30 jaar, daar horen wij ook bij. Daar horen de kinderen ook bij. En wat zijn eigenlijk christendemocraten? Nou, wat het CDA eigenlijk wil is, zou je kunnen zeggen, 2 dingen. Op de eerste plaats dat we allemaal proberen zo goed mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen leven. Dat is de ene kant. Maar er komt nog iets bij en dat is dat wij het als CDA heel belangrijk vinden dat wie dat kan, en dat zijn gelukkig de meeste mensen in Nederland, de meeste volwassenen, de meeste grote mensen in Nederland, dat die ook nog proberen verantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving, voor ons allemaal. Ik vind het heel belangrijk dat we met z'n allen ervoor zorgen dat we op iedereen goed passen. Is het geloof voor u belangrijk? Ja, maar wat ik vanuit het CDA eigenlijk het allerbelangrijkste vind, zijn 2 dingen. Op de eerste plaats dat we in Nederland allemaal de vrijheid hebben om te kunnen geloven in wat we wel of wat we niet willen. En het tweede is wat je vervolgens dan met dat geloof, of juist als je niet gelovig bent, wat je daarmee doet. U zelf vindt het geloof wel erg belangrijk. Ja, maar ik vind het allerbelangrijkste hoe we daarmee omgaan. Maar ook dat iedereen verder de vrijheid heeft om dat zo te beleven als hij zelf wil. En vervolgens daar wat goeds mee te doen. Eerst dacht ik altijd dat CDA echt een hele christelijke partij is. Maar nu merk ik wel dat het wel christelijk is, maar ook niet super christelijk. Nee, ze staan open ook voor andere religies. Ja, en ik vond eigenlijk wat hij zei over samen in de samenleving staan, vond ik ook wel heel erg mooi. Ja. Dat we er samen voor elkaar moeten zijn. Eigenlijk was Hugo de Jonge gekozen als lijsttrekker van het CDA. Waarom moest hij stoppen? Nou, hij heeft zelf gezegd, en dat vond ik een hele dappere, stoere keuze van hem. Hij heeft zelf gezegd, ik ben nog met iets anders bezig en daar ben ik super druk mee. En dat is die coronacrisis waar we natuurlijk allemaal mee te maken hebben. En was dat dan de echte reden? Ja, zeker. Je ziet het ook in de krant. Corona is gewoon, dat merken jullie ook. Nee, zeker dat hij er heel druk mee is. Maar is dat echt de reden waarom hij stopte als lijsttrekker? Ja, zeker. Ja, dat is de echte reden. Ik vind trouwens goed dat jullie stellen nog veel kritischere vragen dan al die journalisten die ik normaal tegenkom. Maar dat heeft hij echt zelf bedacht. Geef uw kinderen u wel eens advies? Heel vaak. Dus die zeggen heel vaak wat zij belangrijk vinden. En ik ben natuurlijk ook minister van Financiën. Dus die zeggen ook heel vaak waar zij vinden dat het geld aan uitgegeven moet worden. Of waar het niet aan uitgegeven moet worden. En dan noemen ze vaak de politie. En ze noemen vaak klimaat. En ze noemen natuurlijk ook vaak de scholen. Ik probeer meer gewoon inspiratie op te doen. En te begrijpen wat nou leeft onder jongeren. Dat is trouwens ook de reden dat ik heel veel gastlessen geef. Aan de ene kant om kinderen bewust te maken van hoe je met geld omgaat. Maar ook om te horen wat er gewoon bij jonge mensen speelt.
ik weet wel ook dat die ministers en dat hij daar eigenlijk heel erg druk mee bezig is. Maar ik ben wel benieuwd ook echt hoe die denkt van, oké, als lijsttrekker van het CDA gaan we nu dit en dit en dit doen. Het CDA wil dat kinderen en jongeren weer plezier krijgen in het lezen. Ja, heel belangrijk. Maar hoe wilt u dit nou gaan doen? Nou, door te zorgen dat ouders, ook zoals ik zelf, maar ook leraren op school en misschien andere mensen die op school kunnen helpen, er nog veel meer aandacht aan te laten besteden. En ik ben zelf, ik had een vader en een moeder die allebei voorlezen heel erg leuk vonden. En ik vond het zelf ook leuk. En ik probeer dat in de weinige tijd die ik ook heb, probeer ik dat ook met alle vier de kinderen te doen. Ik las in een artikel iets over heropvoedingskampen voor jongeren. Hoe ziet u dat precies? Je was niet bang dat je er zelf onmiddellijk in terecht zou komen, hoop ik, toch of wel? Nou, ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig hoe u daarover denkt. Nou ja, wat natuurlijk ontzettend belangrijk is, is dat we ervoor zorgen dat iedereen een fijne opvoeding meekrijgt, maar ook leert wat wel en niet kan. En dat leer je voor een deel leer je dat thuis, voor een deel leer je dat ook op school. Maar er zijn helaas ook jongeren, jongens, meisjes van de jaar 15, 16, 17, bij wie er wel eens dingen misgaan. En als het nou echt niet lukt door de combinatie van wat ouders aanbieden en wat scholen aanbieden, maar je ook niet wil dat kinderen al op jonge leeftijd in bijvoorbeeld een jeugdgevangenis terechtkomen. Het gaat dus echt over een hele extreme groep, echt niet over het gros van de kinderen. Dan kan zoiets een oplossing zijn. Heel veel mensen zien u natuurlijk als een nette man, strak in het pak. Maar heeft u vroeger eigenlijk wel eens kattenkwaad uitgehaald? Ja, nou laat ik er een deel van vertellen. Ik was natuurlijk wel bezig met belletje trekken en met grappen uithalen op straat. Met mijn ouders in de maling nemen, laten schrikken. Dat is misschien wat ik er hier nu met de camera aan allemaal over kan vertellen. Ik vond hem wel heel netjes, maar ik vond het ook wel weer dat hij wel gewoon vertelde eigenlijk hoe het allemaal zat. Dus gezellig met de kinderen thuis en dan moet hij weer op tijd thuis zijn omdat hij dan met de kinderen gaat eten. Dus ik vond het wel heel erg leuk. En in uw biografie op Instagram, daar staat ook dat hij houdt van schaatsen, hardlopen en boksen. En waarom eigenlijk deze sporten? Nou, het zijn er nog veel meer, maar ik ben in de meeste sporten niet heel goed hoor. Ik vind het gewoon leuk om heel veel verschillende sporten te doen. Dus als er ijs ligt, wil ik heel graag gaan schaatsen. Ik ga ook af en toe naar de ijsbaan. Ik vind hardlopen leuk. Ik vind van die circuitjes waarbij je moet springen en moet rennen. Crossfit noem je dat, vind ik hartstikke leuk. Bent u tijdens het uitoefenen van deze sporten wel eens gewond geraakt? Ja, meerdere keren. Ik heb wel eens een been gebroken. Ik heb wel eens mijn neus gebroken omdat ik een elleboog erop heb gekregen. Tijdens het boksen? Tijdens een hok. Nee, het boksen valt eigenlijk mee. We geven mensen geen cijfers. Maar ik vond het zeker een superleuk interview. Ja, vond ik ook. Ik vond dat hij het goed deed. En ook weer zijn mening is naar voren gekomen. Speelt u wel eens spelletjes op uw telefoon? Niet zo heel vaak, maar mijn kinderen die gebruiken vaak mijn telefoon om er spelletjes op te doen. Dus Brawl Stars doen ze dan heel vaak. Maar jij begint al te lachen, jij weet wat het is. Ja, die klasgenootjes die dan zo in de pauze zitten. Zullen we dat spelen? Ja. Ik vond het zeker echt superleuk. Ik ook. En ik denk ook dat we wel nu wat meer Wopke hebben kunnen zien in plaats van meneer Hoekstra. Ja, vind ik wel een mooi gezegd. En we hebben wel wat losser gekregen. En speelt u dat dan zelf ook wel eens stiekem? Of? Nee, maar ik ben er veel te slecht in. Dus ik probeer het wel eens. En wat ik ook wel eens doe is dat Subway surfen. Dat kan ik ietsje beter. Maar meestal zeggen ze dan, papa, je kan er helemaal niks van. Geef maar weer terug. Ze vinden het wel prettig om met mij die spelletjes te doen, want ik ben altijd veel sneller af. Dus dan kunnen zij langer spelen. Al bleven we natuurlijk wel gewoon een hele tijd strak in het pak antwoorden. Ja. Vond ik. Wel een paar vragen vond over die van het kattenkwaad, dat hij wel een leuk antwoord gaf. Maar verder toch wel gewoon een beetje antwoorden die je ook van een volwassene, aan een volwassene interviewer zou geven. Ja, aan de andere kant denk ik wel weer dat hij toch ietsjes anders bij ons reageert dan bij volwassenen. En dat hij ons ook wat meer wil uitleggen hoe het eigenlijk allemaal zit. Maar ik hoop dat hij dat ook meeneemt voor andere interviews. Dus dat het niet alleen is, oké, kinderen interviewen ons en nou is het toegankelijk, maar daarna niet meer. Ja. En natuurlijk heel leuk dat hij meedeed aan een TikTok-filmpje. Ja. Nou, ik stond eigenlijk op het punt om te vertellen dat het CDA het zo belangrijk vindt dat we er zijn voor alle generaties. Voor oud en voor jong.